van harte welkom bij receptenvantopchefs.nl. We gaan nog even napraten met Maarten Kamps van restaurant Wolfslaar in Breda. Maarten, kun jij ons iets vertellen over Wolfslaar? Nou, Wolfslaar is een restaurant en een landgoed, eigenlijk een landgoed wat dit jaar ook 500 jaar bestaat. En op het landgoed is een landhuis gevestigd en een oud koetshuis, waar vroeger de paarden in stonden en de koetsen. En daarin is nu het restaurant gevestigd. Ook deze, eigenlijk vorige maand ook afgerond qua verbouwing. En we kunnen weer helemaal de toekomst in. Ja, en wat voor sfeer heeft het, Maarten? Het heeft eigenlijk een sfeer gekregen dat je, het is natuurlijk een sterrenzaak. Mensen associëren dat vaak met stijf en duur en al die facetten nog meer. Maar het is eigenlijk laagdrempelig. Er mag gelachen worden, zonder stropdas. Je schenkt zelf het water bij. Het is eigenlijk door middel van ook van open keuken is het ook toegankelijker geworden. Ja. Was dat ook een wens van jullie? Ja, zeker. Ook omdat we, als je naar het landgoed rijdt, dan rij je ook als het ware een oprijlaan op. En dan merk je gewoon dat dat voor sommige mensen terughoudendheid geeft. En dat hebben we zo willen doorbreken door met interieurontwerpers te werken, bekende interieurontwerpers. En zo ook het restaurant aan te pakken en aan te kleden, zeg maar. Zodat iedereen zich eigenlijk qua huiselijke sfeer thuis voelt. Ja, en zie je dat ook terug op de kaart? Qua kaart is het eten is en de wijnen zijn hetzelfde gebleven. Misschien nog wel, doordat ik een nieuwe keuken heb gekregen, nog wel weer verbeterd. Dat hoor ik vaak. Dus, Maar zo te zien ben je er ook heel erg blij mee. Ja, hè? Zeker. Ja. Ja. Maarten, jouw wiegje stond in Limburg, hè? Ja, kun je het horen? Heel klein beetje. Ja, maar het is dat heerlijke zuidelijke accent. En jij stond vroeger al bij je moeder in de keuken lekker in de potten en de pannen te roeren. Dat zat er al heel jong in. Ja, ik vond het inderdaad wel leuk en zeker interessant om bij mijn moeder mee te helpen. Ja, zeker. En wat ja. gingen jullie samen maken dan? Ja, nou, van koekjes tot het ontpitten van de kersen. Eigenlijk alles mee helpen eigenlijk. Ja. Ja, je hebt heel veel fruitbomen, hè, in Limburg. En jouw vader had ook allerlei fruitbomen. Deden jullie ook van alles mee? Ja, eigenlijk alles werd verwerkt. Hè. Van rabarber tot de pruimpjes verwerken. Ja, eigenlijk heel veel wekken, zou ik het zo zeggen. En uiteraard jams van maken, marmelades. Ja, super. Ja, ja, wat je vertelde ook, hè, tijdens het bereiden van het hoofdgerecht. Dat jullie ook een hele prachtige moestuin hebben op Wolfslaar. Dat heeft natuurlijk een beetje die relatie ook weer met Limburg, hè? Ja, het is niet helemaal op Wolfslaar, maar buiten Wolfslaar. En daar ga ik 1, 2, 3 keer in de week naartoe. Ligt eraan hoe de oogst erbij staat. Ik bedoel, natuur kun je niet sturen. Dus de ene keer gaan de doperwten wat sneller en schieten de peultjes de lucht in, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is net wat. Ik heb ook vaak op de kaart staan, groente uit Wolfslaar, moestuin. Want je weet nooit wat er precies klaar is. Hè. Je kunt wel zeggen, van in juni is het de tijd van de eerste peultjes. Maar ze kunnen ook goed 3 weken eerder zijn of 3 weken later. Dus dat is ook mooi van de natuur. Ja, en dat houdt het ook spannend voor jezelf natuurlijk. Ja, zeker. Wat voor soort kok ben jij? Nou ja, je hebt het al een beetje kunnen horen. Een echte seizoenskok. Ik ga met de seizoenen mee. Ik vind het ook heerlijk om met groenten, met vis, met... eigenlijk het wildseizoen, ja, alles te koken wat op dat moment voorradig is. En we hoeven niet verder de streek uit om vaak producten naar Nederland te halen. Kijk, en zeker wat groente en fruit betreft, ja, je hebt zoveel in wat Nederland al te bieden heeft. Ja, we hebben natuurlijk ook die 4 seizoenen, hè? Ja, sommigen spreken van 5 zelfs, inderdaad. Oké, okay, wat qua, is dan qua, nog qua, groente, qua groente, zeg maar. Okay. Maar ja, nee, inderdaad, het loopt in elkaar over bijna, dus ja. Wanneer is jouw avond geslaagd? Wanneer trek jij daar de deur achter je dicht en denk je van, nou, dit was een topavond? Ik denk dat dan eigenlijk alles alles op zijn plaats valt. Ik bedoel, de gasten zijn gelukkig. Je hebt ontzettend moeten knallen met het team. Maar dan ook de ontlading dat iedereen tevreden is, geeft je gewoon een goed gevoel. En nu kunnen we dat tegenwoordig met het enorme vensterraam in de keuken kunnen we dat aan weerskanten natuurlijk bekijken. De gasten kunnen ons zien, maar wij kunnen ook zien of ze gelukkig zijn. Dus, heel veel plezier in je werk. Ja, zeker, dank je. Dat heb je absoluut, hè? Dat straal je ook helemaal uit. Ja, dat moet je ook wel hebben, hè? Passie. Ja, hè? Ja, die passie heb je absoluut. Maarten, ontzettend fijn dat je bij ons was. Dank je wel. En als u thuis nou denkt van, nou, ik ben zo geïnspireerd geraakt. Ik wil al die gerechten nog eens even terugkijken. Ik wil nog eens even die recepten nalezen. Nou, kijk op onze site www.receptenvantopchefs.nl
of www.receptenvontopchefs.be. Kunt u alles nalezen en dan gaat u ook de prachtigste gerechten maken. Bijvoorbeeld geïnspireerd door Maarten Kamps.